Je hebt er dagelijks mee te maken. Inflatie. Maar hoe meet je dat eigenlijk? Wij doen dat met een indexcijfer, de zogenaamde CPI, Consumentenprijsindex. Daarin is de prijsontwikkeling verwerkt van alle goederen en diensten die de Nederlandse consument aanschaft. We doen dat tegenwoordig ook met big data, zoals transactiedata van supermarkten. Daarin zitten de prijzen van de verkochte producten en die stoppen we dan weer in een mandje en daar komt dan de CPI uit. Consumenten kopen steeds meer op internet en daarom nemen we ook steeds meer prijzen waar via webshops. En zo kunnen we iets zeggen over inflatie. Duizenden producten, zoals natuurlijk boodschappen, de huur, telefoonabonnementen, maar ook zoiets als verzekeringen of internetdating en bioscoopbezoek. Eigenlijk alle producten en diensten waar we geld aan uitgeven. Zo verzamelt het CBS miljoenen prijzen per maand. Vroeger was het verzamelen van prijzen veel arbeidsintensiever en kostbaar. Tot het jaar 2000 bezochten onze CBS-interviewers iedere maand nog ruim 7000 winkels om daar zo'n 85.000 prijzen waar te nemen. En die vulden we aan met vragenlijsten die werden ingevuld door winkeliers. De CPI wordt steeds meer gevoed met big data, zoals de eerder genoemde scannerdata, en prijzen verkregen via webscraping. Data die we verzamelen door slimme robotjes het internet af te laten struinen op zoek naar de laatste prijs. Wel vullen we het nieuwe mandje nog aan met data uit het traditionele mandje, op steekproefbasis, omdat niet alle prijzen beschikbaar zijn via transactiedata en webscraperdata. Zo hebben we altijd de nieuwste prijs en zien we direct verschuivingen in consumentengedrag. Bovendien hoeven winkeliers geen vragenlijsten meer in te vullen en daarmee is het proces goedkoper geworden. Eigenlijk wordt het mandje voortdurend aangepast aan het feitelijke koopgedrag van de consument en daarmee is de nieuwe CPI betrouwbaarder en actueler. En zo zijn we dankzij die big data efficiënter, goedkoper, actueler en kunnen we ook in de toekomst betrouwbare statistiek blijven maken. CBS, voor wat er feitelijk gebeurt.